U start binnenkort met ademhalingsgestuurde bestraling op de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. Deze behandeling heet ook wel breath-hold of deep inspiration breath-hold bestraling. Voor de bestralingsbehandeling zelf kunt u de algemene film over borstbestraling bekijken. In deze film laten we de ademhalingsinstructie zien die hoort bij een ademhalingsgestuurde bestraling. Hierdoor bent u straks beter voorbereid en kunt u met meer vertrouwen aan de behandeling beginnen. Enkele dagen voordat u de planning-CT-scan krijgt, heeft u een afspraak met een laborant die speciaal is opgeleid voor ademhalingsgestuurde bestraling. Daardoor is het belangrijk dat u iedere keer even diep inademt. De laborant legt uit hoe u moet ademhalen tijdens de bestraling. U hoort op welke manier en hoe lang u precies de adem moet inhouden, welke instructies u krijgt op het bestralingstoestel en u krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Mag u heel diep inademen en weer uitademen. Mag u heel diep inademen en dan mag u de adem vasthouden. En dan is het belangrijk dat u bij de ademhaling niet met de schouders ademhaalt. Dus niet zo ademhaalt. Probeer de schouders voldoende ontspannen laag te houden. Het is ook belangrijk dat u de rug plat op tafel houdt. Nadat u een paar dagen thuis heeft geoefend, krijgt u een afspraak voor de CT-scan. Er worden 2 CT-scans gemaakt. 1 tijdens diepe inademing, zoals u dat ook heeft geoefend en straks op het bestralingstoestel wordt gedaan. En daarnaast wordt een 2e CT-scan gemaakt met normale ademhaling, de zogenaamde doorgeademde CT-scan. Bij de planning wordt gekeken welke scan voor u het beste plan oplevert. Het maken van de CT-scans duurt ongeveer 30 minuten.